eerste televisieprogramma. 12 jaar lang bij de VPRO, de oude draaidoos. 3 jaar bij de AVRO met Avroscoop. En daarna bij de TROS met Simonscoop. Een unieke reeks programma's. En het houdt me niet op, want straks begint Simon aan zijn 31ste programmajaar. Nou, van die 30 jaar filmprogramma's is niet alles meer bewaard gebleven, maar wel genoeg om u een indruk te geven van een televisiepersoonlijkheid die met zijn volstrekt eigen stijl al 30 jaar uniek is. Dames en heren, we zijn op het ogenblik in Café de Waaier. Tenminste, dat heette vroeger Café de Waaier, en is thans Café Fanfare, waar de zomer de film Fanfare is gemaakt in Studio 1. 27 jaar geleden werd hier in Katwijk het toneelstuk van Herman Heijermans Op hoop van zegen verfilmd. Simon presenteerde in die tijd vooral vanaf locatie, zoals hier op het oude Schiphol. Dames en heren, opdat u geen nachtmerrie zult krijgen van mijn monsters, vampiers en weerwolven, hebben we nog een kleine actualiteit. Goedenavond dames en heren, vanavond in Simonscoop aandacht voor de acteur-regisseur Clint Eastwood, die u misschien nog herkent als de slungelige cowboy Roddy Yates in de televisieserie Rawhide. Dames en heren, ofschoon we op het gebied van de mode heel wat gewend zijn, wekt zo'n pakje nog steeds opzien. Maar nu allereerst Chuck Norris, karatekampioen, wiens nieuwe film Code of Silence deze week een première gaat. Ach, vent, mag nog niet erop. Vanmiddag in ons filmprogramma graag uw aandacht voor de Nederlandse stuntman en stuntcoördinator Dickie Beer. Dickie Beer is niet alleen bekend van Nederlandse, maar ook van buiten. Naast de presentaties waren er talloze interviews met bekende sterren, zoals met Britt Eklund en haar man Peter Sellers. Comrades, smoke Palskis. Palskis are not only the finest, the coolest and the best cigarettes in Russia, they are the only cigarettes in Russia. Thank you. Mr. Chaplin, how long do you know Mr. Ustinov? Mr. Ustinov, how long do you know him? For about 12 years. 12 years? Yes. Yes, just a little less. I may be. I don't want to make you old, you know. Miss Bergman or Bergman, what is it? Well, if it is in English, they say Bergman. And in my own country, in Sweden, we say Bergman. May I say Ingrid? That yes, you may say Ingrid. Yeah. It's easier. This is the gun. I hope it's loaded, because I'm going to use it in a minute. Yes? Yes, it is. But use it after. Please, after the interview. You want the paper? No, yes, very glad to meet you. Hi. Yes. Do you want the papers? No, I just want... Oh, the cigar. Fine. There we go. It's somebody's glove. Yes. I wondered. It's not mine. I don't think it fits me. No, this is a souvenir. Here you are. Could you please put off, yes, your glasses? No, I make a joke. Explain, how do you say I make a joke in Holland? Een grapje maken. Een grap? Grapje. G-R-A-P-G-E. Grapje? Grapje. 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 Is grapje. Een A. Grapje. Yes. Grapje. Machen? Maken, niet maken is Germany. All right. Maken. And Yiddish too, be careful. Right? Yes, I too. Okay. Nou, wat should we be careful? That's a joke. Aan dit volumineuze bureau zit Alfred Hitchcock, 76 jaar oud. Hij heeft zojuist zijn 53ste film gemaakt. Het was een speciaal Thomas à faire chaud. Seeing you in Tarzan, it's just different with this nice sweater on. All in the blue. I wish that I looked like Bo Derek, but I don't, so... You know, I have to work with what I have. What James Bond is for the cinema, Simonscoop is for the cinema's fans on television. Don't miss it. The scope of Simon
is round and shiny, just like his head. Rita, I thank you very much. It was very nice meeting you. Thank you so very much. Bye-bye. I hope to see you soon. And how would I say it in Norwegian? Norwegian? I don't know in Norwegian, but in Holland you can say tot ziens. Huh? Tot ziens. Tot ziens. Ja, prachtig om die oude stukjes weer terug te zien. En hier zit onze jubilaris. Helemaal nog geen spat veranderd in die 30 jaar, hebben we kunnen zien. Maar jij ook niet. Nee, vind je? Dank je wel. Nou, als we er nou van uitgaan dat jouw leven begon toen je bij de televisie kwam, dan mag ik jou nu wel feliciteren met je 30ste verjaardag. En dat wil ik graag doen met bloemen. Leg ze bij je neer, zodat ze straks in Simons Koop allemaal zien dat jij vandaag ons feestvarkentje bent. En dan wil ik ook nog even het glas met je heffen en even proosten op jouw fantastische carrière. En ik hoop dat je nog heel lang bij de Tros filmprogramma's blijft presenteren. Ik ga nu weg. Jij presenteert Simons Koop. Het is verder jouw dag. Loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you. The deedly 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 dum, poop poop doop. En dit, dames en heren, is de eerste uitzending van de 31ste jaargang van onze filmrubriek Simons Koop. Waarin vanavond aandacht voor Bestseller, een film met Brian Dennehy en James Woods. Nuts, de nieuwe speelfilm van Barbara Streisand. Met Richard Dreyfuss, Amsterdam, de Nederlandse film van Dick Maas, die morgen in première gaat. En allereerst Havemond Street, gebaseerd op het boek van de Britse schrijver Paul Theroux, Dr. Slaughter. Dr. Slaughter is een zeer intelligente vrouw die vele talen spreekt, waaronder Chinees. Ze heeft een graad gehaald aan de universiteit, maar ze verdient zeer weinig bij het wetenschappelijk instituut in Londen waar ze werkt. Ze zoekt een baantje voor de avonden. En dat woord escortdame, een net woord voor duurbetaalde prostituee. In die hoedanigheid maakt ze kennis met Lord Bulbeck, een hooggeplaatste Engelse functionaris die het doelwit is van terroristen die politieke onrust willen zaaien. Sigourney Weaver speelt de aantrekkelijke Dr. Slaughter. Michael Caine speelt de rol van Lord Bulbeck.